Ik ben Erik van Nijl, ik kom uit Groot-Ammers. Ik heb samen met mijn broer Herman een melkveebedrijf. We melken hier ook 80 koeien in een nieuwe stal, vorig jaar gebouwd, met melkrobots. Daarnaast heb ik nog een baan buiten de deur erbij, als inseminator bij CFW. En zo maken wij onze week vol. Als ik let op het fokken van levensduur, kijk ik met name naar het exterieur, de capaciteit in het skelet. Uigezondheid is daar zeker een belangrijke rol bij, maar ook productie. Als de koe niet meer produceert of te weinig produceert, kan ze nog zo sterk zijn, maar gaat ze alsnog weg. Wat mij de hoge levensduur oplevert is ook werkplezier. Koe die het gewend is in de stal en de hele het ritme is werkplezierig. Maar ook economisch heeft het voor mij een pluspunt. Het scheelt mij minimaal één vaas minder op te fokken. En zo'n vaas kost toch wel gauw richting de 12, tussen de 12 en de 1400 euro. En daarnaast, koeien moeten wel ook gewoon goed kunnen produceren. Nou, ik ben er trots op dat onze prouwdochter Bertha 288 is geselecteerd voor de demogroep in Zwolle. Deze koe is 12 jaar oud, heeft 123.000 liter gegeven. En wij hebben toen gekozen voor om prout te gebruiken. Om met name haar breed in het skelet en koeien met capaciteit die veel voer op kunnen nemen. En daardoor makkelijk oud kunnen worden met veel melk. Ik heb er ook weer voor gekozen om haar drachtig te maken. Want naar mijn inziens kan ze nog wel een lactatie mee.